Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe King Vlog. Vandaag gaan we het hebben over het ontwikkeltraject van de testmachines voor TÜV Rijnland. En dat doe ik samen met de lead engineer Niels Nijhuis. Zoals iedereen weet is TÜV Rijnland een keuringsinstituut. Om de laatste rolstoelen te testen, hebben wij twee nieuwe machines ontwikkeld. Dit traject begon door de norm te vertalen naar technische eisen. Na gunning van de opdracht starten we met de ontwikkeling. Dit traject bestaat uit conceptfase, ontwerpfase, een stukje inkoop, realisatie en de VAT en de SAT. Tijdens het ontwikkeltraject hebben we in afstemming met de klant een aantal punten nader bekeken, zoals veiligheid, ergonomisch gebruik en de uitstraling van de machine. Naast de mechanische engineering hebben we ook de hardware en de software in eigen huis ontwikkeld. Op deze machine kan een duurtest worden uitgevoerd met rolstoelen voorzien van 3 assen. Dit is de valtestmachine. Met deze machine wordt door middel van 4 excenters een plateau gelift waarna deze een vrije val van 5 mm maakt. Machines worden deze week bij de opdrachtgever geïnstalleerd. En ben je nou benieuwd naar meer van onze ontwikkelingen of onze activiteiten? Volg ons dan hier vooral op YouTube of kijk op de website. Bedankt voor het kijken.